Je mag toch altijd de beste potjes doen bij Fox? Meestal wel, ja. Ja. Dus zit ik vaak bij PEC of bij... Ja. Jezus, je wordt er ook wel op uitgestuurd. Ik zit ook vaak te kijken. Ja. Ik zou er wel van zeggen. Wat? Nou, dat ik dan niet kutpartijen moet. Net als haar. Dit is gewoon tegenwerken. Nou ja, kijk. Zwolle uit, VVV. Wat moet je daar nou? Sta je te verlul, man. Helene heeft natuurlijk de keuze gemaakt om Fox een beetje los te laten. En meer op Veronica te richten. Dus daar hebben ze andere gezichten. Zo werkt het toch naar voren. Ja, zo werkt het. Ja, een beetje pik worden. En dan ben ik gedaald. Ja. Dus dan ga ik naar. Maar ik vind het hartstikke leuk, hoor, naar die wedstrijden. Ja, maar die tv-mannetjes met al hun gestoorde ideeën, joh, daar word je helemaal gek van, joh. Weet je nog dat ik Fox deed? Met Leo Dries? Ja, maar ze stonden hier niet, hè? Nee, die twee. Maar dat ze zeiden, bij die Amerikanen waren dat. Ja. Dat ze zeiden, we gaan het heel anders doen. We doen niet de eerste acht, maar de onderste acht. Ja. Want die moeten ook een keer aandacht hebben. Nou, ik heb bij wedstrijden gezeten, Wilfred. Daar zat er 14 man op de tribune. Dat was echt... Dit ben je toch helemaal lijp, joh. Maar dat je het verzin is één. Ja. Maar dat je er gewoon nog mee doorgaat ook. Ik ben er op een gegeven moment van afgegooid. Omdat ik er uit zat te lachen waar ik naar zat te kijken. Nou ja, het grappigste was, dat waren dus twee Amerikanen. En die verstonden dus niet wat jij zei. Maar ze zagen jou in het stadion. Iedereen kwam naar jou toe. Die wilde een foto, handen geven. Dachten, die René is populair. Ja. Maar jij riep dingen van, dit kan echt niet. Dit lijkt niet eens op voetbal. Nee. Dat soort dingen riep je alleen maar. Bijvoorbeeld in de 90ste minuut schoot er een bal over de tribune. Vanuit zijn handen. Hè? Ja. Dat was afgelopen. Ja. En dan zei ik van, nou, toch vreemd dat we tot de laatste minuut hebben moeten wachten om de beste bal van de wedstrijd te zien. Pleur toch op, joh. Ik heb bij Haarlem gezeten en bij Dordrecht. Ja, dat kon echt niet. Maar weet je dat ik ze naar René toestuurde? Ja, ja. Echt waar? Ja, die vent, die Amerikaan die kwam bij mij op kantoor... dat was een vent met een paardenstaart. Die Robert Plant of zoiets heet. Zo'n lange haar en een paardenstaart. Ja. En die had een idee, hij ging eerst televisie uitzenden. Ja. Ik zeg, doe dat nou niet, want ik had net het lezersrapport... van 5% in Nederland is geïnteresseerd in eerste divisievoetbal. Dus dan kijkt er niemand. En, maar ik zeg, wat weet je dan? I need a funny man. Nou, dat heb ik meteen het nummer van René gegeven. Ja. En die dan allerlei grappen maken. En dan moesten de mensen, die 38 mensen die keken... die moesten er erg aan wennen. Ja, dat René grappen maakte. Dan werd er een bal overgeschoten. En dan zei René van... oh nee, ik heb daar gelukkig mijn auto niet geparkeerd. Ja, maar het was ook slecht, hoor. Ja. Op een gegeven moment, die Sander die presenteerde dat dan. En die moest jullie altijd een man of the match kiezen. Ja. En toen zei je bij één wedstrijd, er is niet eentje. Dus ze waren allemaal zo slecht. En toen heeft die jongen dus eentje uitgekozen. Toen zei hij, ja, jij bent het geworden, want we konden niemand vinden. René zei, ze waren allemaal zo slecht. Dat gaf je niet heel serieus die prijs aan die man. Die bent boos, jongen. Die speler van Heracles. Die vond dat niet grappig. Jezus, en je ging koffie inschenken bij een wedstrijd van Stuttgart-Ajax. Zo hoorde ik jou zeggen, wil je ook wat koffie, Leo? Ja. En dan ging Leo heel serieus door. De bal gaat aan de linkerkant. Nee, Leo, wil je de suiker en melk in of niet? Je ging gewoon door. Ik heb één keer bij een wedstrijd van NAC... heb ik het hele plaatje wat je voor de wedstrijd krijgt voor zitten lezen. Ja. De hele wedstrijd. Maar goed, Jan Arie... Toen werd ik ontslagen. Ja, dat was het vraag. Dan vond ik het te ver gaan. Nee, maar ik zie bij jou ook, joh. Dat zijn allemaal tv-mannetjes, joh. Die moeten ook eigenlijk... daar word je ook niet vrolijk van. Ja, maar Wil je niks missen van Veronica Insight? Download nu de Veronica Insight app. En snel!